wat leuk dat je luistert en kijkt. Welkom bij Op Zoek naar de Liefde. Bij mij zit Martin de Jong. Jij bent dominee, life coach, relatietherapeut. Klopt dat allemaal? Het klopt allemaal. En ik ben ook nog een keer 29 jaar getrouwd met mijn grote liefde en ik heb 3 hele mooie kinderen. 23, 19 en 15. En wat zou jouw grote liefde zeggen als zij jou voor zou stellen aan mij? Ja, ik denk dat je een geweldig verhaal te horen krijgt. Omdat ik moet eerlijk zeggen, we hebben ooit een relatiecrisis gehad, daar kom ik nog even op terug. Maar we hebben daar heel hard aan gewerkt en ja, het is nu heel goed. Dus ik denk dat ze hele lovende woorden zal zeggen, maar vooral dat ik iemand ben waarbij ze kan schuilen. Maar ook die haar voor repliek kan dienen en waar ze heel eerlijk en open naar kan zijn. Oké, dus de wat minder goede dingen die komen straks wel eventjes zeker. aan bod. Dan gaan we beginnen met het stukje inderdaad, hè, op zoek naar de liefde. Als je al zo lang bij elkaar bent, kan jij je nog herinneren het moment dat jij haar zag? Hoe was die ontmoeting? Nou, eigenlijk, ik kwam toen net uit een relatie en ik was niet op zoek naar een nieuwe relatie, eerlijk gezegd. Maar zij was... zij zag mij en op een gegeven moment, we hebben toen een keer koffie gedronken, toen zijn we wat vaker gaan. Zij zag mij, dat gaat eventjes, daar doe ik het niet voor. Nee, ik snap het, maar uiteindelijk, ik was nog helemaal uit mijn oude relatie, uit mijn vorige relatie aan het komen. En zij was eigenlijk al, zij was al wat verliefd op mij aan het worden. Het grappige is, dat duurde even en op een gegeven moment vertelde ze mij, ik ga met een zekere Jan Willem fietsen, zei ze zaterdag. En toen kwam ik thuis, toen dacht ik, wow, ik, dat wil ik helemaal niet. Ik heb helemaal geen zin om haar met iemand te delen. Dus ik was nog bezig uit die oude relatie te komen. Maar tegelijkertijd, zij was verliefd op mij. Maar toen ze die opmerking maakte, toen pas voelde ik, heel eerlijk gezegd, ik wil haar niet kwijt. Dus toen heb ik haar gebeld en toen zei ik van, joh, ik heb ook iets geregeld zaterdag. Dus, en toen zijn we gaan praten en toen heb ik gezegd van, joh, ik ben niet heel snel geweest in mijn liefde naar jou, maar ik merk dat ik toch heel veel voor je voel. Geef me 2 weken om het te onderzoeken. Nou, dat vond ze goed. En na 24 uur ben ik naar haar toe gegaan en toen heb ik haar gevraagd, wil jij verkering met mij? Dus ik was er heel snel uit en toen begon de liefde ook te stromen. En dat is eerlijk gezegd niet gestopt met een kleine onderbreking 10 jaar geleden. Oké, en wel heel erg grappig. Dus zij kwam met van, nou, ik heb een date. En toen dacht jij van, nou, dat wil ik echt helemaal niet. Ik werd stinkend jaloers, man. Ik werd stinkend jaloers, heel eerlijk gezegd. Dus ik wist eigenlijk niet dat ik zo verkikkerd was op dat meisje geraakt. Pas toen ze zei van, joh, ik heb iemand anders. Eigenlijk ook gewoon een jongen die geïnteresseerd in haar was en die haar gevraagd had. Ja, toen kwam alle jaloezie naar boven. Toen heb ik gewoon gelogen en gezegd van, ik heb ook iets geregeld zaterdag. Wij moeten even praten. Dus dat hebben we toen ook gedaan. En uiteindelijk, toen heb ik haar ook gewoon heel snel verteld dat ik heel erg gek op haar was. En dat ik een hele mooie aanvliegroute wilde hebben om een mooie relatie met haar te bouwen. Heb je Jan Willem hier wel eens voor bedankt? Ik heb hem er nooit voor bedankt, maar wel eens op uitgelachen gezegd. Ik dacht, ik ben hem toch te snel af geweest. Maar in zekere zin heeft hij natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld. Hij heeft een boodschap gehad voor mij, die ik zelf nog niet had. Dus hij is een hele waardevolle boodschapper. Dus als hij luistert, Jan Willem, fantastico. Ja, grote bedankt voor Jan Willem. Hey Martin, ik heb me al afgevraagd, hè, van... ik ken niemand die dominee is. En uit wat voor een gezin kom jij? 2 vragen. Ik ben expert in dubbele vragen stellen. Ja, ik ook. Maar uit wat voor een gezin kom jij? En op welk moment denk je dan ineens als jongetje of als man, wat ik wil is dominee worden? Nou, ik heb nooit dominee willen worden. Wij noemen dat hier voorganger. Maar ik kom uit een heel gebroken gezin. Mijn vader die bracht eigenlijk, die kwam mijn moeder tegen en op dat moment had hij al een huwelijk achter de rug. 5 kinderen die afgenomen waren door de kinderbescherming. En mijn moeder die had een kind uit haar eerste date. Mijn moeder komt uit een heel streng gelovig nest en daar werd dat niet geaccepteerd. Mijn moeder was 16 en die kwam op een gegeven moment thuis. Die was misselijk en er gebeurde iets en toen heeft de dokter moeten uitleggen met allerlei poppen en instrumenten van, joh, is het zo gegaan? Moeder nooit seksuele voorlichting gehad.
Dus toen bleek ze zwanger te zijn. En toen kwamen de ouderlingen langs. Dat waren toen destijds, ik noem het altijd de kerkmafia. Die kwam langs en die kwamen haar even vertellen dat ze een hoer was. Dus mijn moeder heeft heel jong heeft ze ook afscheid genomen, zeg maar, van de kerk en van alles wat met geloof in God te maken had. Dus wij mochten thuis ook nooit over God spreken. Dat was echt verboden. Mijn ouders hadden daar beide bijna een traumatische ervaring mee, moet ik wel eerlijk zeggen. Dus ik kom uit een gezin waar het zwaar was. Mijn ouders hadden het zwaar samen. We hadden heel veel meegemaakt in hun historie ook. En dat namen ze mee en ik ben hun eerste kind. Dus ik heb heel veel van die zwaarte ook opgepakt. Vertel verder. Ja, nou heel graag. Ja, ik ben dus in dat gezin, ik was vaak op straat omdat het thuis niet gezellig was. Mijn vader was vaak overspannen. Dus ik raakte ook een beetje een boefje. Ik ben ook een boefje. Dus ik woon. Wat is jouw definitie van een boefje? Nou, gewoon een boefje. Ik was 13. Ik was de jongst veroordeelde jeugddelinquent toen van Nederland. Ik werd veroordeeld voor inbraken en roofovervallen, om het zo maar te zeggen. Ik ben niet trots op. Maar, dus ik was gewoon wel de weg kwijt en ontspoord op die leeftijd. En ja, ook heel erg zoekende eigenlijk naar erkenning. Dus ik deed eigenlijk alles om een soort bewondering te krijgen van mijn omgeving. Dus bij mijn vrienden was ik natuurlijk de held, omdat ik alles durfde. En tegelijkertijd was er een hele grote leegte in mij, die ook gevonden wilde worden. En mijn ouders konden dat niet vullen. Dus ik ben, op jonge leeftijd ging ik stelen. En later kwam ik in Amsterdam terecht. En daar hebben we gewoon onze boevenstreken voortgezet. Dus ik heb eigenlijk in mijn tienertijd best wel veel streken uitgehaald. Boevenstreken. En uiteindelijk, je vroeg het net al, hoe wordt iemand dan dominee? Nou ja, dat is natuurlijk niet, je denkt niet op een dag van nou laat ik eens dominee worden of laat ik eens voorganger worden of een kerk starten. Maar ik heb op die tijd zeg maar een soort spirituele ervaring gehad. Ik was aan het zoeken op een gegeven moment. Ik dacht van hé, wat, als ik dood ga, wat gebeurt er dan met mijn leven? Dus dan krijg je een beetje het gevoel van ja, is er leven na de dood? En ja, voor mij was dat aanleiding om te zoeken. Dus ik heb nog een tijdje op die Bachwand-discotheek in Amsterdam, Zorba, daar kwam ik regelmatig. Daar liep dan een Ramses lekker te dansen en ik vond iedereen was daar een soort van vrij. Ik kwam er ook achter dat dat toch niet mijn ding was. En dus toen heb ik eigenlijk, toen ben ik verder gaan zoeken. En uiteindelijk in één week tijd, of in 8 dagen, kwam ik 4 mensen tegen die mij op een niet-religieuze manier over God, over Jezus, over de Bijbel vertelden. En dat vond ik heel bewonderenswaardig of heel apart, omdat daarvoor mensen dat nooit gedaan hadden en daarna is dat niet meer zo vaak gebeurd. Maar toen in de concentratie in 8 dagen gebeurde het 4 keer en toen had ik echt zoiets van, er is iemand die iets van me wil, zeg maar. Toen ben ik gaan onderzoeken en uiteindelijk ben ik bij Jezus uitgekomen, bij God. En ik hou van God, ik ben lyrisch zou ik kunnen zeggen van God. Ik heb minder met het instituut, hoewel ik zelf een kerk ben gestart. Maar ik heb minder met het instituut, zeg maar, waar het toch vaak over regels gaat en over wat allemaal niet mag en over waar we van verschillen van elkaar. Maar ik zeg altijd, ik heb een liefdesrelatie met God. Ik ben niet religieus, ik heb geen religie, maar een relatie met de schepper. Oké, hier moet ik eventjes laten zien. Ja, dat ik ook. Je praat in een rap tempo. Een liefdesrelatie met de schepper, een liefdesrelatie met God. Wat geef je en wat ontvang je? Ik ontving eigenlijk die periode daarna heel veel liefde. Dus eigenlijk alles wat ik vroeg, dat gebeurde. God verhoorde mijn gebeden eigenlijk. Ik wist helemaal niet dat ik aan het bidden was. Ik was God meer aan het uitdagen van ja, als je bestaat, dan laat het maar zien. Want ik, bij ons thuis mocht niet over geloof gesproken worden, dus ik was best wel heel stellig en in die eerste periode voelde ik heel veel liefde en ik ben toen ook de Bijbel een beetje gaan lezen en wat ik las in die periode dat was eigenlijk dat ik zie de Bijbel ook vooral als een liefdesbrief als het beste managementboek of het beste boek voor persoonlijke ontwikkeling omdat wat ik eruit haalde dat ging eigenlijk alleen maar over liefde over thuiskomen en dat is wat ik ook nodig had dat is wat ik zo gemist had dus zoals ik God toen zag zo zie ik hem nu ook nog. Dat is dat hij de ultieme liefdesbron is. Dat hij absoluut het allerbeste met me voor heeft, met ons voor heeft. Maar dat de kerk, het instituut, dat mensen, dus je zou kunnen zeggen het grondpersoneel, die heeft daar vaak wel goed en slecht aangekoppeld in- en uitsluiten. Als je dit niet doet, dan hoor je er niet bij. En als je maar alles doet wat wij zeggen, dan hoor je er wel bij.
Dus ik heb ook eigenlijk nog nooit zoveel uitsluiting ben ik tegengekomen dan, heel eerlijk gezegd, dan bij christenen, dan bij kerken. En, maar tegelijkertijd, de boodschap op zich is een hele liefdevolle boodschap, is een goede boodschap. En God is een God vol van genade, dat is zoals ik hem ervaar. En daar ben ik verliefd op geworden en dat is niet meer veranderd. Heet dus weer eigenlijk een soort van polyamoreuze relatie. Ja, een beetje wel, ja. Hoe oud was jij toen dit gebeurde? Of 19. Beetje 19, daar begon het, 18, 19. En uiteindelijk, zeg maar, ik heb echt een keuze gemaakt toen ik in mijn net in de 20 was, zeg maar. Dus ik heb toen nog een militaire dienst gezeten, waar ik ook nog wel een beetje af en toe een randje zo had. Maar in mijn overweging, wat ik wel mooi vond eigenlijk, is op het moment dat ik die spirituele ervaring had, toen was het mijn, ja, zeg maar, mijn moraal terug. Dus op dat moment, als ik een boevenstreek deed... Dan werd je gelijk gestraft. Nee, dan werd ik niet gestraft, maar toen voelde ik van, hé, het is niet goed wat ik doe. Terwijl daarvoor had ik er helemaal geen weet van. Ik wist helemaal niet van, is dit verkeerd? Of, dus daar gebeurde iets ook in een hele diepe laag in mezelf. Ja, dus ik wist ineens van, ja, dit is gewoon niet goed wat ik nu doe. Of wat ik nu aan het ramen ben, dat is niet handig. Dus ja, dat voelde ik ook als iets van, hé, ik ben mijn ziel of mijn wezen... is in verbinding gekomen met God. En dat wil ik onderzoeken. En dat is eigenlijk waar ik nog steeds mee bezig ben, om dat te onderzoeken. Ja. En dan ben je dus begin 20, je komt uit dienst. En wat heb je dan daarna gedaan om hier uiteindelijk een kerk te hebben? Nou ja, ik ben natuurlijk Hankie tegengekomen, mijn vrouw. Wij zijn getrouwd toen ik was 25. Toen ben ik gaan zoeken. Ook gaan studeren van ja, wat wil ik eigenlijk, hè? Hoe kan ik mijn geloof vormgeven? Want ik was niet gewend om de Bijbel te lezen, ik kende het helemaal niet, dus ik heb verschillende cursussen gedaan, opleidingen gedaan. En uiteindelijk voelden wij van, hé, wij vinden die boodschap fantastisch. En tegelijkertijd, mijn vrouw komt uit een gereformeerd nest. Ik kom uit een gezin waar mijn ouders die zeiden dat ze atheïst waren, dat bleek niet zo te zijn. Maar ze waren gewoon woedend op de kerk eigenlijk. En ja, ik ben gewoon gaan zoeken en uiteindelijk in een soort verkramp met het instituut ben ik uiteindelijk zelf ben ik in een kerk in Amsterdam terechtgekomen waar ik als jongere voorganger zeg maar, ging dienen. En uiteindelijk ben ik besloten om een eigen kerk te starten in goed overleg daar. Dus dat is deze plek geworden. Hè. Dus we hebben op verschillende plekken in Utrecht gezeten. We hebben in het centrum aan de gracht gezeten. En nu zitten we hier in een mooi gebouw wat we 3 jaar geleden hebben gekocht. En dus eigenlijk wat wij doen is, de kerk is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En waar ze God kunnen ontmoeten. Maar wij bemoeien ons niet door allerlei regels op te leggen met mensen. Ik bemoei me niet met het seksleven van mensen, hoe ze naar hun seksuele voorkeur, daar ga ik niet over. En dat is waar wij, we voelen wel ook wel wat in verschillen met andere instituten of met andere groepen waar er een sterke mening wordt opgelegd hoe je je moet gedragen. En dat, ik haal dat gewoon niet uit de Bijbel. Ik geloof in je relatie met God groeien, maar dat doe je niet. Je groeit niet door dat je allerlei regels gaat volgen die je met je hart eigenlijk niet wil volgen. Dus deze plek, dus we zullen daar ongetwijfeld fout in maken, maar dat is voor mij een plek waar mensen zichzelf mogen zijn, waar ze thuis kunnen komen bij God, maar dan niet in een religie, maar dan vooral in een relatie. En zoals ik het graag zeg, in een liefdesrelatie. Nou, heel mooi. Je maakt ook eigenlijk al het bruggetje naar de seks toe, hè? Want we zitten in de serie Geen Seks, Wat Nu? In zo'n heel lange relatie van meer dan 29 jaar, heb jij een periode gekend waarbij er geen seks was? Ja, nou geen is dat. Ik heb geen periode gekend waarin het niet was, maar waarin het wel op een laag pitje stond. Dat kennen wij ook. We hebben zeg maar zo'n ruim 10 jaar geleden een relatiecrisis gehad. We kwamen er gewoon achter dat we volstrekt niet meer in verbinding waren met elkaar. Heel hard aan het werk waren en eigenlijk elkaar niet meer konden vinden, elkaar niet meer konden bedienen zoals we dat ooit wel deden. Ja, en toen ging de seks natuurlijk ook, werd ook minder. Hè. Dat gaat dan van iets heel intiems en iets moois en iets waar je tijd voor neemt, wordt dat tot iets van een soort moedje. En dan uiteindelijk is het ook van ja, laat maar. Hè. Dus dat kennen we ook. En zeer recentelijk, ik heb vorig jaar corona gehad, toen had ik er ook heel weinig
zin in op een gegeven moment, omdat ik gewoon moe was en geen zin had in niks. En dat toestand heeft ook wel een week of 6, 7, 8 geduurd, hè, waarin we wel heel veel liefde met elkaar hebben gedeeld, maar waarin de seks zeg maar ook op een behoorlijk laag pitje stond. En hoe zorg je in feite in ik denk meer dan 30 jaar, hè, 29 jaar getrouwd, je kent elkaar nog even iets daarvoor. Hoe zorg je ervoor in een relatie van 30 jaar dat die seks, wat volgens mij op nummer 1 staat als reden voor scheidingen, als dat niet goed gaat, dat die sekspoot van de relatie, dat goed genoeg blijft voor jullie beiden? Ja, ik moet eerlijk zeggen, goed genoeg, dat zijn niet mijn woorden zijn. Want goed genoeg, dat is iets wat een standaard is die ik in de samenleving. Dat is een zesje. Hè, dan ga je over naar de volgende klas. Ja, dat hoeft niet, hè? Want goed genoeg voor jou kan een 8 betekenen. Ja, goed genoeg voor een ander. Ja. Dat is de context van goed genoeg. Ja, goed genoeg is voor mij eigenlijk. Seks begint bij mij bij geven en niet bij ontvangen. Ik denk dat als ik mijn vrouw begeer, zeg maar, dan doe ik dat ook voor een heel groot deel voor haar. Omdat in dat begeren krijg ik ook terug. Dus ik geloof, er is natuurlijk ook een lustkant, maar tegelijkertijd is er ook een kant waarin zeg maar, seks ook gaat over hoe je de ander laat genieten en hoe je de ander zeg maar, ja, in een heel mooi orgasme kan brengen. Zeg maar. Dus voor mij gaat seks vooral ook in eerste instantie over, ja, wat kan ik geven, wat kan ik aan de ander, waar kan ik de ander een plezier mee doen. En dan gaat het natuurlijk ook over ontvangen. En ik ken natuurlijk ook wel de momenten dat het over lust gaat en dat het over. Maar voor mij, zeg maar, diepe seksualiteit, dat gaat ook echt over dat je de ander veel belangrijker maakt dan jezelf. En hoe hou je dat dan in 30 jaar vol? Nou ja, door ups en downs te hebben. Dus door dat ook gewoon heel goed te onderzoeken. Wat ik zelf wel heb ervaren ook, dat is dat mensen willen graag een fantastische seks. Vooral mannen hebben daar bepaalde ideeën bij, vrouwen natuurlijk ook. Maar wat ik dan merk is van, als je de winter in je slaapkamer brengt. Dus mensen zijn vaak vol met zorgen en dragen van alles. En dan brengen ze eigenlijk ook die winter, zo noem ik het altijd, die zwaarte dan ook mee in de slaapkamer. Maar dan verwachten ze wel dat het fantastisch is. Dat geloof ik niet. Ik geloof daar waar je zwaarte brengt, ja, daar gaan ook dingen als seksualiteit, die komen dan ook onder druk te staan. Dus ik geloof in een relatie is het ook heel belangrijk dat je het gemoed wat je hebt, dat, hoe je in je vel zit, dat het voor een heel groot deel ook effect heeft op je seksuele relatie. Dus het is ook heel belangrijk dat je de zwaarte niet altijd meeneemt naar je partner. Daar ben ik groot voorstander van. Dus datgene wat je thuis brengt, dat dat ook te behappen is voor je partner. En ik geloof ook wel dat het belangrijk is om zelf ook dingen uit te werken in je leven. Of om niet alles wat je meemaakt zomaar op tafel te gooien. En dan ook nog te verwachten dat je een seksleven van een 9 hebt. Want ik geloof daar niet in. Dus wat ik gezien heb in mijn eigen leven, dat als het zwaar was. En als ik die zwaarte ook meebracht naar huis. En dat het in de slaapkamer natuurlijk uiteindelijk ook minder gezellig werd. Of minder, ja, dat het minder vol was. Dan, of minder aan mijn behoefte voldeed. Dan op het moment dat je licht uitbrengt. Hey Martin, welk cijfer geef jij je seksleven? Ja, ik op dit moment denk ik wel een 8,5. Een 8,5, oké. Okay. Het is niet iets wat vanzelf gaat. Het is niet zo dat, ik weet niet wat voor hoe jullie taak- en rolverdeling thuis is, maar als je bij wijze van spreken de was in de wasmachine staat te doen en je bent netjes aan het sorteren van dit is de witte was en dit is de zwarte was en dit is de gekleurde was, dat het ineens naar boven komt van, oh, ik heb zin in seks. Het kan, laten we duidelijk zijn, het kan, maar hoe ben je er concreet mee bezig? Hoe blijf je in zo'n lange relatie heel concreet werken aan dat stukje seksualiteit? Ja, eerste, ik geloof wel in dat je er was staat te doen, maar wij hebben 3 kinderen die nog thuis wonen, dus dat is ook zoeken. Hè. Dus daarom plannen we wel eens een hotelletje of gaan we wel eens samen een paar dagen weg. Waarin we dan natuurlijk ook elkaar natuurlijk ook opzoeken op seksueel gebied. Maar wat ik denk wat heel belangrijk is, is dat om het heel goed te houden,
is het ook gewoon belangrijk om erover te praten met elkaar. Wij hebben hele goede gesprekken over seks. Dan kunnen we ontzettend lachen. En dan kunnen we het over de bloopers hebben. Of, weet je, dus wat ik mooi vind aan mijn vrouw is dat ze me nooit veroordeelt op het gebied van seksualiteit. Seksualiteit is iets heel kwetsbaars. En iets heel, ja, en voor een man. Hè, een man moet ook gewoon leven. Hè, die heeft gewoon een erectie nodig. En als dat op, ik heb dat gehad toen ik corona had, dat minder was. En, ja, en wat ik mooi vond is dat ze me daar nooit op veroordeelden. Dat het niet van, ah shit, niet daarmee, dus wij kunnen daar heel goed over praten. We konden er toen ook heel goed over praten. En wat wij ook in onze gesprekken hebben, het ook over wat we wel en niet fijn vinden. En over wat wel werkt en wat niet werkt. Dus voor ons is seksualiteit niet iets wat we, ja, wat, ik kom het in mijn praktijk ook tegen, dat mensen over alles praten behalve over seks. Ik denk dat seks juist iets is waar je over moet praten met elkaar. Dus mijn tip is altijd van, joh, wanneer heb je voor het laatste gesprek gehad over seks, maar ga dat voorlopig eens elke maand doen. Onder het genot van een wijntje en heb dan van, joh, wat vind jij van ons seksleven? En wat zou je willen dat ik jou nog meer zou in bedienen? Of wat zou je willen dat ik je geef? Of, dat, of wat zou je willen ontvangen? Volgens mij zijn dat hele goede gesprekken waarin je de ander uitnodigt om het diepe verlangen ook op tafel te leggen. En ja, zoals ik net zei, wat voor ons heel belangrijk is, en wat voor mij, ben ik heel dankbaar voor, is dat ik nooit veroordeeld word op mijn seksualiteit. En ik heb dat bij mijn vrouw ook nooit gedaan. Dus wij mogen fouten maken, of we mogen dingen doen dat het even niet lekker is of niet goed is. Maar dan hebben we niet gelijk een oordeel over elkaar. Want ik denk, precies wat jij net zegt, daar waar de seksualiteit in de relatie minder wordt, daar is die zwaarte ook gekomen. En in die zwaarte, daar maken mensen soms uitglijders, dat ze elkaar erop gaan veroordelen. Ja, en dan, dan nadert het einde. Wanneer hebben jullie voor het laatst een gesprek gehad over de seks? De afgelopen weekend. En wil je delen waar het over ging? Ja, daar wil ik wel delen. Wij hadden het over hoe goed het nu is ten opzichte van toen we corona hadden, zeg maar. En wat we even bespraken was, zeg maar, dat orgasmes van ons, dat op de een of andere manier zijn die fantastisch. En wat doen we dan wel en wat doen we dan niet? Daar konden we nog niet helemaal uitkomen, maar we waren er heel happy mee. Dus het was gewoon even een kort gesprek waarin sommige dingen voorbij kwamen. En ik opperde dit gesprek van, hey, ik vind het de laatste tijd wel heel fijn gaan in de slaapkamer. Hoe vind jij het? En toen kwamen we even op van, nou, dat we hele goede, hele voedende orgasmes hebben, waar we soms een paar dagen op kunnen teren. En je zei net al, hè, van met drie grote kinderen thuis, dat vergt wat creativiteit. Ja. Maar betekent dat ook een parkeerplaats in de duinen en dat soort locaties? Nee, dat niet meer. Nee, daar doet me vrouw geen plezier mee. Dus voor mij zou het wel prima zijn. Ik denk dat ik zou het overal kunnen doen, dat is geen probleem. Maar mijn vrouw vindt dat niet zo. Die vindt die veiligheid van slaapkamer toch wel fijn. Maar ja, wat ik zeg, we plannen vaker een hotelletje of we gaan sowieso één keer per maand samen even weg. En dan gaan we even lekker eten en dan daarna hebben we een hotelletje. En dan hebben we het gewoon gezellig met elkaar. Niet dat we altijd van seks hoeven te komen, maar dan hebben we gewoon een hele intieme tijd met elkaar. Ik geloof dat seksualiteit kan voor mij niet losstaan van intimiteit. En dus intimiteit, het is dat we eigenlijk helemaal in elkaar opgaan. Dat we telefoons uit, dat we als het ware in elkaar, met elkaar bewegen. Wat heel vaak natuurlijk wel uitmondt in een prima vrijpartij. Maar wat voor ons belangrijk is dat die intimiteit, dat die ook op orde is. Dus als je seksualiteit, als je dat belangrijk vindt, dan moet je ook werk maken van je intimiteit. En ja, wij zijn een aantal jaren geleden bijvoorbeeld ook gewoon begonnen om, of begonnen, maar dat we, ja, gewoon, dat we zeg maar de aanvliegroute tot een goede vrijpartij, daar hebben we het ook eens heel goed over gehad. Dus die aanvliegroute, wanneer begin je nou, je had het net over de was te sorteren en ja, prima als het al gebeurt. Maar het is soms al goed dat een dag van tevoren of in de ochtend, dat daar al een blik is of dat daar al iets is van, hey, weet je wel, ik heb er wel zin in vanavond. Of dat je lieve berichtjes stuurt of wat dan ook, dat doen wij wel. En wat wij doen, ja, dat is ook iets wat we ook hebben moeten leren, dat is elkaar op een hele bijzondere manier aan te raken. Ik weet hoe ik Ankie, mijn vrouw, kan aanraken en zij weet hoe ze mij kan aanraken. En
En dat is als het ware een voorbode ja, tot een goede vrijpartij. Ik zie die vrijpartij die staat, die kun je niet loszien van intimiteit en van aanraken en van tederheid. Dus ik moest heel erg wennen in mijn leven als het ging over tederheid, want ik schrok daarvan. Ik ken dat niet uit mijn jeugd. Ik ben niet zo teder behandeld, dus als het over tederheid gaat, en mijn vrouw is een nuchtere Zeeuwse, dus, maar wij hebben ontdekt dat tederheid, dat echt, als het ware, dus echt naakt zijn bij elkaar, dus niet alleen de kleren uit, maar echt. En als je elkaar gewoon heel zacht streelt en heel zacht aanraakt, dat tot grote hoogte kan stijgen. Want dus dat is een hele mooie, eigenlijk wat ik zie bij in de tederheid, in de aanraking. Wat er dan gebeurt is dat alles wat als het ware nog meespeelt vanuit de dag of vanuit de zorgen die je hebt of vanuit de kinderen of wat dan ook, dat wegvalt en dat de seksualiteit die dan volgt, ja, dat echt tot grote hoogte stijgt. Dat eigenlijk zonder beperking is. En dat voelt voor ons heel fijn. Ja. En we zijn ook de jongste niet meer, hè? Dat zei je net ook al. dat betekent ook wel iets voor het stukje seksualiteit. En hoe zit je in je fysieke gezondheid? En bij ons is het... aan het einde van de avond, we hebben wel eens overdag dat we zeggen van inderdaad, hè, dat die blik of het berichtje vanavond, dan nemen we echt tijd voor een heel goede vrijpartij. Maar er gebeurt er van alles in de loop van de dag, ja. Waardoor dan aan het eind van de avond denk je, jeetje, wat heb ik nou gezegd vanochtend? Ja. Dat niet altijd meer de avond het ultieme moment is. Merk je daar ook iets van? Ja, zeker. Ik denk, ik ben net 55 geworden, dus... ik merk ook dat het, vorig jaar corona gehad, dat ik merk dat ik moet ook wel, waar ik vroeger altijd klaar kon staan, wat dat betreft, daar heb ik dat nu helemaal niet meer. Dus we kiezen onze momenten wel. En wat ik ook wel fijn vind in onze relatie, is dat we ook wel eens een keer even kunnen overslaan. Dus als we daar even goed met elkaar over kunnen praten, dan betekent dat de kwaliteit van de volgende vrijpartij gewoon hoger is. Dus ik merk dat ik enorm kan genieten van seks, maar tegelijkertijd hoeft het niet meer op een hele hoge frequentie te zijn. En ik denk dat wij het voor Nederlandse begrippen nog best heel goed doen, maar ik denk dat qua energie, leeftijd, dan ga je ook gewoon vooral naar kwaliteit kijken in plaats van kwantiteit. Wel, als je net getrouwd bent en ik ben nog op onze huwelijksreis, dan wil je het zo vaak mogelijk doen, dat was voor mij ook hey, ben ik man, ben ik een bewijs of zo, denk ik. En tegelijkertijd de kwaliteit, wat ik net vertelde over de aanvliegroute, de tederheid, de intimiteit, dat is een heel groot deel van onze seksualiteit geworden, waardoor je niet meer elke dag wat dat betreft het nodig hebt. In ieder geval ik niet. Dus als ik goed naar je luister, Martin, is het dan de vergelijking met het ijsje? Liever niet elke dag een standaard ijsje, maar één keer in de week een ijsje met alles maken erop en eraan die je heel erg lekker vindt van de Italiaan? Ja, nee, ik heb wel mijn favoriete ijs. Dat heb ik ook mijn favoriete. Hè. Ik denk dat, ik denk dat wel in de buurt komt bij hoe wij het zien, hoe we daar naartoe gegroeid zijn, zeg maar. En ik denk voor mij is seksualiteit ook veel dieper thuiskomen dan wat het vroeger was. He, dus als je inderdaad één keer per week, als je weet dat je één keer per week een lekker ijsje gaat eten, dan ga je daar ook op verheugen, dan ga je nadenken over de smaken, dan ga je nadenken hoeveel bolletjes je neemt, en ik ben een ijsfreak, ik ga dan niet op de calorieën letten, maar dan ben je veel meer gericht op de kwaliteit, op wat je er allemaal in wil hebben, wil je de slagroom of niet op. En zo is het volgens mij met seksualiteit ook. Dan gaat het niet over twee bolletjes van hier, maar dan gaat het echt over een hele goede aanvliegroute, een hele goede intimiteit. Dus eigenlijk, wat voor mij een goede vrijpartij is, als je hem navoelt gloeien, zeg maar, nog een dag daarna. Dan, als je in een soort, het is ook een diepe spirituele ervaring, zo ervaar ik het wel, de seksualiteit. Dat je die nog een tijdje kan meenemen. Dus dat voelt als een ijsje waar je voor je zegt van gisteren had ik een ijsje, my goodness. Volgende week ga ik weer naar die Italiaan en dan neem ik die bol. En misschien dat ik nog een klein beetje switch in één of twee smaken, maar voor mij staat de aantal bolletjes, dus de
fantastische Italiaan, dat staat vast. En zo is het met seksualiteit ook. Dan zit je volgens mij op het goede spoor. Hey Martin, als je al zo lang met elkaar samen bent en lief en leed deed en ook wel een crisis gehad hebt, komt er dan nooit een andere vrouw op je pad waarvan je zegt van, oh ja, dit is eigenlijk ook heel erg leuk. De verleiding. Die komen heel vaak op mijn pad natuurlijk. Ik coach ook vrouwen, succesvolle vrouwen soms ook. En wat voor mij belangrijk is, ik weet nog dat ik ooit van de Zuidas wegreed van een coachingmiddag. Ik had 2 directieleden gecoacht en ik reed naar huis en ik ging even tanken. En toen vroeger had je nog die schappen, zeg maar, waar al die bladen lagen als je in de rij bij de Shell stond. Dus mijn oog viel op de Playboy en ik keek daar even naar. En nou, ik denk een halve minuut of zo, er stond een bekende dame op de cover. En ik stapte in mijn auto en er kwamen allerlei gedachten in me op. En ik dacht, ik ga vanavond porno kijken. En ik dacht, weet je, ineens allemaal van dat soort gedachten. En toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn vrouw, ik heb een soort route ontdekt bij mezelf. Dus ik kwam in de Shell, ik vertelde dat verhaal dat ik bij die schappen stond en dat de Playboy. En dat ik zei van, ik wil eigenlijk gewoon oefenen dat ik geen geheime kamer heb. Dus ik zou het gaaf vinden als wij een soort relatie met, of niet, als wij een relatie met elkaar kunnen hebben, waarin ik alles kan delen. Dus ook dit soort dingen. Dus, en ik heb heel vaak, ook wel eens daarna, ik trainde toen een groep marketing managers. En, dat waren allemaal dames van net in de 30 met uitgesneden jurkjes en prima kutmaatjes. En het zag er allemaal geweldig uit. En dat was met een van die dames dat er best wel een energie in ontstond. En toen kon ik gewoon tussen de middag, dat vond ik vaak even doen, belde ik haar even op, mijn vrouw. En toen kon ik het gewoon noemen. En wat ik merk voor mij is dat dan is de lading eraf. Dus ik denk dat heel veel mannen gewend zijn om een geheime kamer te hebben. En als je die kamer maar lang genoeg dicht houdt en lang genoeg, zeg maar, voor jezelf houdt, dan komt daar zoveel heimelijks dat uiteindelijk ook je verlangen gaat worden. En dus ik wil heel graag mijn goede relatie houden. Ik wil mijn prima seksuele relatie houden. En voor mij betekent dat dat ik gewoon heel open kan zijn over wat er door me heen gaat. En bijvoorbeeld 2 jaar geleden coachte ik een dame die ook wel iets met me deed. Dus ik voelde gewoon in die energie. Zij was net uit een relatie en ik merkte een soort afhankelijkheid van mij, naar mij te ontstaan. En ik begon me wel een mannetje te voelen van, wow, weet je, ze vindt mij geweldig en ze is schat helemaal rijk en ze ziet er goed uit, Chanel jurkjes. Dus ik voelde me wel een baasje. En toen dacht ik, hé, kijk, hier gebeurt het dus. Ik kan hier een soort filmpje in gaan en dat is natuurlijk lekker, dat gevoel en een beetje flirten. Maar toen dacht ik van ja, dat hoort niet bij mijn job, ik moet haar helpen. Dit is wat ik heb afgesproken. En toen heb ik ook gewoon thuis genoemd. En mijn vrouw die moest smakelijk om lachen en die zei, wat ben je toch een heerlijke kerel. Als je maar wel van mij blijft, zei ze, weet je, zo even gekscherend. Dus wat ik leuk vind is dat wij, en lekker vind, is dat wij die geheime kamers, dat ik heb toegang tot haar geheime kamer en zij heeft toegang tot mijn geheime kamer. Dus ja, mensen dienen zich wel eens aan. Ik kom wel eens mooie vrouwen tegen. Zij komt wel eens een leuke kerel tegen. En daar hebben wij het gewoon over met elkaar. Omdat we elkaar de sleutel van onze kamers hebben gegeven. En ja, daar moet je maar net zin in hebben. Maar voor ons werkt dat echt heel goed uit, merk ik. Voor mij voelt het heel lekker als ik weet van, als zij iemand is tegengekomen die haar wel wat doet. Maar ja, dat ze zo tegen mij zegt van, bij jou kom ik thuis. Klinkt zoetjes, maar het is wel heel lekker. En het is jullie exclusieve ruimte, je exclusiviteit met elkaar. Ja. Zijn er nog meer afspraken die je daar dan in maakt? Van behalve van, nou, als je iemand tegenkomt, en dan kan je dat verder vertellen. Of dan kan je dat goed vertellen aan elkaar. Zijn er nog andere afspraken? Nou ja, dit soort afspraken vinden we wel heel belangrijk. Hè. Dus bijvoorbeeld ook dat we... Ja, dus dat we elkaar wel alles zeggen. Wat we ook belangrijk vinden, dat wat ik net gehad, dat we goede gesprekken hebben over onze seksualiteit. En ook over karakter en over dingen die we niet fijn vinden van elkaar. Wij hebben de openheid gevonden bij elkaar. Kijk, mijn vrouw heeft een heel ander karakter dan ik. Ik ben
ik ben een doordranger soms. Ik wil doorbreken altijd. Ik zoek die grens op. En zij is een keurig gereformeerd meisje. Dus wat wij hebben ontdekt is dat we... Ik heb soms haar balans gewoon nodig. En zij komt soms ook even... Ja, echt wel om even mij tot de orde te roepen. Als ik ergens in een project zit waarvan zij zegt... Van, wat ben je allemaal aan het doen? Is dat allemaal slim? En ik mag haar soms ook wel even meenemen in... hier mag je wel wat meer, wat meer lef tonen. Hier mag je wel wat meer durf tonen. Dus het is door de jaren heen hebben wij elkaar dusdanig leren vertrouwen. Dat we op dat soort gebieden elkaar echt kunnen bedienen. En ook alles kunnen zeggen. En dat, ja, ik moet eerlijk zeggen, vind dat steeds fijner worden. Dus ik vind dat fijn als ik een plek heb. En dat is voor mij, is dat mijn vrouw. Waar ik alles kan delen. En goed, nou zat ik net wat te denken. Ik luister weer helemaal met je mee. Nou, misschien komt die zo meteen nog een keertje naar boven. We leven in een tijd waarbij eigenlijk alles van een man verlangd wordt en verwacht wordt. Ja. Wij vrouwen, wij zoeken die grote sterke man. Ja. Die grenzen stelt, zo nu en dan. Die vuist op tafel slaat. Ja. Die wij wegsturen, maar eigenlijk bij ons willen hebben. Ja. Die we kwetsbaar willen zien. Die we, nou ja, die, misschien dat, hè, die we kwetsbaar willen zien, maar ook wel vooral sterk willen hebben. Hoe kijk jij naar de vrouwen toe? Nou, heel eerlijk, als ik gewoon heel eerlijk, maar dat mag bij jou, dat weet ik. Ik denk voor mij, het klinkt misschien gek, ik heb ooit een dominee in Amerika horen zeggen, die zei van ja, weet je, hij zei. Mijn ideale vrouw, zei hij, is voor 1/5 een moeder type. Voor 3/5 eigenlijk gewoon mijn allerbeste vriend. En voor 1/5, ja, toch mijn sletterige, hoerige. En heel eerlijk, ik denk dat seksuele aantrekkingskracht vind ik ook belangrijk. En tegelijkertijd vind ik het ook heerlijk dat zij moederlijke aspecten heeft. En ik vind het ook fijn als ze soms voor me zorgt. En tegelijkertijd, wat ik net ook al probeer uit te hebben, we kunnen ontzettend goed met elkaar omgaan. Maar in de slaapkamer is zij niet mijn moeder. Hè? Dan is ze juist, ja, dan is ze zo aantrekkelijk mogelijk. Dus voor mij is dat de ideale vrouw. Hè? Dus de vrouw met wie ik heel erg één kan zijn, vriendschap. Maar ze heeft ook een moederlijke component, dat vind ik belangrijk. En tegelijkertijd is ze ook een hele lekker wijf eigenlijk. Dus snap je? Dus daar, dat is voor mij de ideale combinatie. Ja. En ik denk wat vrouwen zoeken, ik denk vrouwen zoeken een aantrekkelijke man. En ik geloof aantrekkelijkheid, dus dat heeft met de buitenkant te maken. Die man die op tafel slaat en de man die soms zijn grenzen stelt. Maar ik denk, er is een verschil tussen aantrekkelijk en verleidelijk. Dus ik denk de aantrekkelijke man, dat is de man die gewerkt heeft met zijn schaduwkanten. Dus de verleidelijke man, bedoel ik, dat is de man die van de buitenkant, waar dat ook klopt, dus de viking van buiten, zeg maar. Dus de mensen die sportschool, zien er goed uit, mooi pakken. Maar tegelijkertijd zie je bij die mensen van de buitenkant dat ze vaak niet echt goed aan de binnenkant hebben gewerkt. En ik denk dat het heel belangrijk is voor mannen, dat ze ook aan hun binnenkant, dus aantrekkelijkheid, dat vorm je door in de binnenkant, zeg maar, dus door met je schaduwkant aan de slag te zijn. Dus heel veel mannen hebben ook issues met hechting of die kunnen zich moeilijk overgeven of kunnen moeilijk blijven. Nou, ik denk als een man daaraan wil werken, dan wordt hij echt aantrekkelijk. Dus dan is het niet alleen de viking van buiten, maar ook de viking van binnen. Ik geloof niet zozeer in mannen die vrouwen het hoofd op hol brengen en dus dan is het heel erg gebaseerd. Dan is de relatie gebaseerd op wat ik voel. Je bent mooi en ik voel me zo verliefd op jou. Ja, als dat gevoel weg is, dan gaan ze weg. Weet je wel? En dat is volgens mij dat mensen van binnen nog iets hebben uit te zoeken. Hey, hoe komt dat? En ik denk dat vrouwen dat fantastisch vinden. Als ze een man hebben die er aan de buitenkant goed uitziet. Maar dat ze ook een man treffen die aan de binnenkant gewerkt heeft. Ja, met zijn schaduwkant. Een man die zijn demonen verslagen heeft. Of die met zijn demonen in de weer is geweest. Ik geloof voor een vrouw juist een complete man is. Als ze een man aantrekkelijk en verleidelijk vinden, ja, dan ga je met je relatie volgens mij de goede kant op. Terwijl wat ik zie, ik praat heel snel, maar wat ik zie is dat vrouwen vaak in eerste instantie die verleidelijke man zoeken. Dus die man die er goed uitziet,
Maar ik denk een aantrekkelijke man is ook een man die echt kwetsbaar kan zijn. En niet op de eerste date helemaal. Nee, maar dat is een man die aantrekkelijk is. Dat is een man die, ja, die echt weet waar hij langs is gegaan in zijn leven. Wat hij heeft moeten overwinnen. Waardoor hij zeg maar heel kwetsbaar zich kan openen voor een vrouw. Ik denk als een man zich kwetsbaar kan openen voor een vrouw. En zoals jij het mooi zegt, tegelijkertijd een dag later gewoon met zijn vuist op tafel en een grens aangeven. Dat is volgens mij in de richting van een complete man. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En in de tussentijd heb ik alweer bedacht wat ik er straks wilde vragen. Want volgens mij heb jij hem al op het puntje van je tong liggen. De onderliggende contactadvertentie in jouw relatie. De onderliggende contactadvertentie is denk ik de... Even, ik moet hem goed formuleren hoor. Dat is de... Ja, geef je mag nadenken. Maar ik bedoel, je hebt een hoog tempo, maar dit is geen radio, is een podcast. Dus je kan gewoon even nadenken. Dus kom op. Ja, ik denk dat is een emotionele, zoekende, sterke man. Die bevestiging zoekt van een Florence Nightingale, zeg maar, die wat meer mag ontwaken. Dus ik denk dat mijn vrouw, wat ik bij haar gedaan heb, is dat ik van een gereformeerd meisje, dat ik haar het leven heb laten zien. En wat zij mij heeft laten zien, is dat ik er altijd mag zijn en dat ik, weet je, dat ik niet altijd hoef te presteren, maar dat ik ook gewoon zwakker en mindere kanten kan hebben. Dat is de uitleg van mijn contactadvertentie in ieder geval. Oké, helemaal. Je vertelde al een stukje over jouw jeugd. Leef je ouders nog? Nee, die leven bijna niet meer. Ook mijn schoonouders niet meer. Vorig jaar hebben mijn schoonouders, of mijn schoonvader moeten begraven. En een broer van mij. En mijn ouders, mijn moeder is 4 jaar geleden overleden. En mijn vader bijna 11 jaar. Dus ze hebben wel in ieder geval meegemaakt dat jij zo aan de gang ging met het geloof. Ja. Terwijl zij daar hun eigen negatieve ervaringen over hadden. Ja. Hoe was dat voor hen? Nou, dat was heel moeilijk. En dus mijn moeder, die... Ik was een beetje de oogappel van mijn moeder. En ik weet nog dat mijn moeder werd slecht. Haar gezondheid ging achteruit. Toen, mijn broer woonde toen weer thuis. Maar die was een avond weg. En ik zei, joh, maar kun jij voor ma zorgen? En dat toen koffie voor de zetten, dat is nu 5, 6 jaar geleden. En dat ze zei van, eigenlijk, hoe kom je er eigenlijk bij om zo goed te volgen? En dus zij was eigenlijk heel teleurgesteld. Omdat en zij projecteerde natuurlijk haar verdriet en haar afwijzing van de kerk. Dat projecteerde ze, hoe kun je nou in zo'n God geloven? En dat gesprek, dat kan ik me nog helemaal voor de geest halen. En toen heb ik haar kunnen uitleggen dat de God die zij in haar jeugd gerepresenteerd kreeg van mijn opa en oma, dat dat een hele andere God is dan die ik dien en de God die ik volg en waar ik van hou. Ik kon echt vertellen toen dat ik lyrisch was van Jezus en van God. En ik kon vertellen dat ik de Bijbel eigenlijk een fantastisch boek vind als het gaat over persoonlijke ontwikkeling, leiderschap. En dat ik daar hele wijze levenslessen in vind. En voor haar was het een boek waarmee ze om de oren geslagen werd. En waar mensen die bij de kerk hoorden, dat waren ja, mensen die haar veroordeelden. En dat is wat zij heeft meegemaakt. Dus ik ben heel blij en dankbaar dat ik het bij mijn moeder echt heb recht kunnen zetten. En het grappige was, ze was na die ervaring dat ze zo veroordeeld werd door die ouderling, is ze nooit meer in de kerk geweest. Maar zeg maar 2 weken na het gesprek wat ik net noemde, werd ze dus opgenomen in een verzorgingshuis. En ik heb begrepen dat ze daarna nooit meer een dienst heeft gemist. En dat ze de psalmen die daar gezongen werden, wij zingen geen psalmen, maar dat ze die nog kende van vroeger. En dat ze daar, dus dat er is iets hersteld naar aanleiding van dat gesprek. En dat is iets waar ik enorm dankbaar voor ben. Want ja, dat is iets wat je niet kan creëren. Dat gebeurde daar gewoon en dat vond ik fantastisch. Met mijn vader heb ik eigenlijk altijd wel een moeilijke band gehad. Mijn vader snapte het niet en zette me ook voor lul soms. Dus in het begin, toen ik thuis kwam en ineens over God begon te spreken, nou, vond hij dus niet oké. En dat hadden mensen verzonnen en dat was een oprisping van mij. En over een half jaar is dat weer verdwenen. En weet je wel, dus. En ik weet nog dat ik een keer een verjaardag had, dat er 30 mensen bij ons thuis hadden. En dat mijn vader zei van, jongens, mag ik even stil? Want we hebben hier een heilig mens in ons midden. Maar hij zal vast even willen bidden, weet je. Dus mijn vader, die, zijn boosheid, hij zocht ook momenten waarop hij dat ventiel even op open kon doen. En dan, ja, en toen zette hij mij even voor schut, zeg maar. Dan heb ik hem later
een hoge prijs voor laten betalen. Want ik heb toen 2 maanden niks tegen hem gezegd. Ik was zo beledigd en zo boos. Dus het geloof tussen mij en mijn ouders, dat is ook een proces geweest. En uiteindelijk hebben ze het geaccepteerd. Mijn moeder is nog wel eens naar een kerstdienst gekomen, 6, 7 jaar geleden. Maar ja, dat is echt iets van mij geweest. Dus dat is iets wat zij lastig vonden, maar met hun achtergrond helemaal begrijpelijk. Dus ik heb dat ook best wel kunnen loslaten en vergeven. Zij zijn wel altijd bij elkaar gebleven? Zij zijn wel altijd bij elkaar gebleven, ja. Ja. Okay. Martin, als je terugkijkt naar je jeugd, welke 3 positieve dingen heeft het dan uiteindelijk wel gebracht in je leven? Welke 3 positieve dingen van wat? Dus, nou ja, okay. Je hebt een jeugd gehad waarbij jij wat last op je schouders had, ja. De last van je ouders. Ja. En wat heeft het je positief opgeleverd in je leven? Dat ik nooit nee zeg. Dat ik eigenlijk nooit opgeef. Dat is wat ik geleerd heb. Dus dat is een negatieve eigenschap soms, maar het is soms ook heel positief als je ergens iets moet doen, dat je het voor elkaar krijgt. Dat ik toch ook wel geloof heb behouden in mijn eigen kunnen. Dus ik kom in een gezin, mijn vader zei altijd van joh, ga maar lekker met je handen werken, want dan verdien je wat. Mijn vader vertrouwde banken niet. En wat ik ook heb geleerd is dat ik mijn eigen, al heel jong heb gekozen om mijn eigen pad te gaan. En dat heeft ook goed uitgewerkt. Dus ik ben mijn eigen pad, ik ben wel gaan studeren, ik heb wel van alles gedaan waarvan mijn ouders het niet begrepen. Dus doordat ik heel snel ontkoppeld was eigenlijk van de sturing van mijn vader en moeder, heb ik heel snel zelf, op een hele jonge leeftijd zelf mijn keuzes gemaakt. Waardoor ik, en dat heeft zich natuurlijk ook heel goed uitgewerkt in mijn leven. Dus ja, dus ik denk dat zijn in ieder geval 2 punten. Ik zit nog even te denken aan 2. Ja, heel goed. Ja, en derde, ik heb gewoon niet zo'n goede. Niet zo goed beeld gekregen over opvoeding. Dus ik heb heel jong al besloten dat ik mijn opvoeding heel anders zou doen met mijn kinderen. En dat is ook een proces geweest, dat is ook een reis. Want in eerste instantie was het ook nog wel toen mijn vrouw zei van hey, hoe zit het met kinderen? Want in onze, zeg maar, in de contractbespreking van het huwelijk, zeg maar, toen zei ze van ja, ik wil wel echt even checken, ik wil echt moeder worden. Toen zei ik, joh, prima. En ik had heel diep van binnen toen nog het idee, nou dat praat ik wel uiteraard, dat komt wel goed. En toen was het op een gegeven moment echt moment dat ze zeiden, ja, no way, ik wil kinderen, dat weet je, maar we zijn nu een paar jaar verder. Hoe gaan we dat doen? En toen heb ik me ook weer overgegeven. En toen kwam dat verlangen, dat als we kinderen krijgen, ja, dat ik het veel beter ga doen, of in ieder geval anders ga doen dan mijn eigen ouders. Ook al ben ik ook dankbaar inmiddels voor wat ik zelf heb meegemaakt, voor het nest waar ik ben geboren. Ik veracht dat niet. Ik ben ook dankbaar. Tegelijkertijd heb ik ook gewoon mijn lessen meegenomen in mijn eigen leven als vader en als opvoeder en vooral als beste vriend van mijn kinderen. Want wat betekent dat voor een man die vader wordt als die niet het goede voorbeeld heeft gezien van zijn vader? Ja, dat is doodeng. Ik vond doodeng, eerlijk gezegd, om vader te worden. Voor mij was het wel zo. Toen Ankie op een gegeven moment thuis kwam met een cadeautje, ik pakte het uit. Toen zat daar een rompetje in van I love papa of zoiets. Ja, toen had ik een halve seconde van ik wil weg. My goodness. En tegelijkertijd had ik toen natuurlijk nog bijna 9 maanden of in ieder geval 8 maanden om een soort kamer in mijn hart klaar te maken. Dat voelde ik zo. Ik moet echt ruimte maken. Dat was toen, ik wist ook vanaf het eerste moment dat we een zoon zouden krijgen. Ik wist het gewoon. We hadden ook helemaal geen meisjesnaam. Mijn vrouw zei, moeten we geen meiden? Toen was het nog niet zo dat je zomaar echo's, dat was toen als er wat problemen of complicaties waren. Ik wist van, we krijgen een zoon en we noemen hem Nino. En voor mij was het zo dat ik een kamer in mijn hart ging maken om ruimte voor dat ventje te krijgen, zeg maar. En ik werd maanden voor de geboorte al helemaal verliefd. En ik dacht, weet je wel, en uiteindelijk is dat ook gebeurd. Het is mijn beste vriendje geworden. En als ze 's nachts, als die huilde, dan rennen vrouwen vaak het bed uit. Maar ik lag soms al te wachten totdat hij ging huilen. Want dan kon ik hem een flesje geven. En dan kon ik heerlijk met hem zijn. Dus, en dat is ook wel een ding geworden. Van, ja, hij is ook een deel van mijn genezingsproces geweest. En dat is natuurlijk in de psychologie niet helemaal altijd even goed. Maar ja, hij is wel gewoon een mannetje waarin ik enorm genoot toen hij klein was. Ik nam hem overal mee naartoe, op mijn schoot, achter het stuur. En we hebben hele, dus ik ben vader geworden met vallen en opstaan. En ik ben daar heel veel over gaan lezen. Ik heb een paar rolmodellen ook genomen van mensen waarvan ik dacht, wauw, zij doen dat mooi. Dus daar heb ik dingen van geleerd. En
Uiteindelijk zul je natuurlijk aan mijn eigen kinderen moeten vragen. Maar ik denk dat ik best wel de toets doorsta. Dat ik best wel een goede vader ben. En waarbij ik moet zeggen, mijn oudste, dus mijn eerste kind, daar heb ik natuurlijk ook de meeste fouten gemaakt. Dus daar hebben we momenten gehad dat we veel te hard aan het werk waren. En dat hij toch ook wel voelde van, hey, zijn papa en mama nog eens een keer thuis. Wat we dan soms misschien te laat zagen. Dat, dus ja, hij en tegelijkertijd met mijn twee dochters heb ik dat natuurlijk ook weer anders gedaan. Dus, maar wat is voor jou de scheiding? Want je zegt dat je, ik weet niet precies met welke woorden jij het zei, maar van dat de vriendschap met je kinderen heel erg belangrijk is. Wat is precies de scheidslijn tussen een vriend zijn van je kinderen en vader? Ik geloof wel in nabijheid en afstand. Dus ik geloof nabijheid is gewoon dat ik heel erg voor ze ben. En dat ze een plek hebben waar ze fouten mogen maken. Bijvoorbeeld, ik heb enorm opgelet als mijn kinderen bijvoorbeeld met hun rapport thuis kwamen. De perfectionist in mij, die zou bijvoorbeeld de 5 als eerste noemen. Maar ik heb geleerd dat ik zeg van wauw, mooi, oh, ik zie dat je nog een 5 hebt, maar wat heb je een mooi rapport. En dus dat is wat ik heb geleerd. Net in een andere volgorde, van wat heb je een mooi rapport, oh, er staat nog een 5. Ja, maar weet je, wat ik vaak van hoor van mensen die ik in mijn eigen praktijk heb, dat ze een vader hadden, die zeggen van hey, wat is dat nou, een 5, terwijl er staat ook een 8, een 7, een 9, maar die zien ze niet. Dus wat ik wil zien, is wat ze goed doen en ik help ze met datgene waar ze zeg maar moeite mee hebben of tegenaan lopen. En dus ik wil een plek creëren waar ze heel toegankelijk zijn, waar ze voelen dat ik een toegankelijke vader ben, waar ze alles mee kunnen bespreken. En tegelijkertijd, als het gaat om sturing, dan heb ik die afstand ook gewoon nodig. Dat is eigenlijk ook een leiderschapsprincipe, dus nabijheid en distantie. En dat hanteer ik thuis ook. Dus soms neem je even wat afstand omdat je dingen wil bespreken waarin ze echt richting nodig hebben. Of waarin je ze iets wil meegeven wat ze op dat moment zelf nog niet zien. Maar voor mij is dat ook de plek waar ze in mogen groeien en waar ze fouten mogen maken. En ik zie dat het goed uitpakt nu. Bij mijn dochters meer dan bij mijn zoon. Want die heeft ook mijn ruurversie nog meegemaakt natuurlijk. Ja. Kijk, ik vroeg jou net van welke 3 positieve dingen heeft je jeugd opgeleverd? Welke 3 dingen heb je niet geleerd in je jeugd door alle omstandigheden? En vind je soms nog best ook nog wel in het heden lastig? Nou ja, ik denk dat ik heb gewoon geen veiligheid gekregen. Dus ik was veel op straat. Dus in het begin van ons huwelijk kon ik ook heel moeilijk rusten. Een avondje voor de buis, dat had je toen nog geen Netflix, maar nog lang niet. Dat kon ik niet. Ik stond altijd aan en dat is wat ik thuis heb geleerd. Het was altijd op een mate onveilig. Dus daarom stond ik aan, of ging ik de straat op, of ik was op zoek naar prikkels, of ik was op zoek naar de grens. Dat heb ik thuis, dat is een eigenschap die ik van thuis heb meegekregen, die ik wel heb moeten afleren. Dus daar heb ik moeten leren om wel fijn te hebben thuis, om thuis wel gewoon te kunnen ontspannen en een plek te hebben waar ik ook gewoon eens even kan niks. Ik heb ook mijn vrouw die zegt, Martijn, het is een niksbox. Dus dan heb ik gewoon even, ja, dat heb ik ook en dat heb ik wel moeten leren. En dat is, mijn vrouw vindt dat prima, als het aardig wordt, dan trekt ze wel aan de bel. Dat was 1. Dat was 1. Nou ja, ik denk, een ander punt is denk ik dat ik heb moeten leren zorgen voor mensen. Dus als je een jongen van de straat bent, dan weet je heel goed voor jezelf te zorgen. Eigenlijk is het een recept voor egoïsme. Het gaat over jou, over ik, als het voor mij maar goed is. Dus je leert voor jezelf te zorgen. Om dat te regelen, ga je over grenzen heen. En zo stapte ik natuurlijk ook, ja, zo ben ik ook een gelovige, maar uiteindelijk zo stap je met dat randje, met dat pakketje ook nog wel je relatie in. En ik heb moeten leren eigenlijk dat het om de ander gaat. Dat het niet om mij gaat in eerste instantie. Dus dat is een wisselwerking geweest. En dan is het heel fijn als je trouwt met een gereformeerd meisje die me die ruimte gaf, maar ook gewoon haar even de time-out kon hanteren. Dat ze zegt, joh, ik vind dat je veel te veel voor jezelf bezig bent. Ik ben er ook nog. Dus dat hebben wij heel goed kunnen bespreken. Maar ik nam dat randje, dat ruwe randje, dat nam ik wel mee in mijn relatie nog. En ja, gelukkig heb ik daar een plek gevonden
waar ik tijd en ruimte kreeg om dat te transformeren. En dat was niet makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Heb je nog een derde? Of? Nou, vast wel, maar ik kom er niet meer op. Nee. Je vertelde toen straks iets over de crisis van 10 jaar geleden. Wat was de aanleiding? Nou ja, dat we eigenlijk heel erg erachter kwamen dat, ja, dat we hard aan het werk waren in de kerk. Werk. Wij hebben mijn middelste kind, mijn dochter, die is in haar jeugd, toen ze 2 was, heel ziek geweest. Dus dat, is, dus dat hadden we overleefd. Nou, we hadden het nodige. Dus we waren heel, we hebben een tijd heel erg in de surviving mode gezeten. Dat we aan het overleven waren eigenlijk. En wat we dan niet deden was elkaar bedienen in, ja, in datgene wat, wat we echt nodig hadden, zeg maar. En ik weet nog dat, dat ik een keer in Hilversum aan het coachen was. En dat ik tussen de middag de hei op ging even. Ik was even een sapje wezen halen. En toen liep ik een beetje te klagen, zo, een beetje te schelden. Wat is het leven kloot en ik heb geen zin meer in. En ineens wist ik het gewoon. Dit is het wat ik mis. Dus ik weet nog dat ik toen naar huis ben gegaan. Ik zei, ik ga even wat lekkers halen vanavond. We gaan de kinderen vroeg naar bed doen. Ik wil met je praten. En ik ga je wat vertellen, zei ik. Maar als je gaat lachen, dan ga ik weg en slaap ik een week in de auto. Dus ik was heel bang om het te vertellen. Dus toen ik heb lekkers gehaald. Dus mijn vrouw ging zitten zo met een blik van, nou, weet je, want wij waren echt uit verbinding met elkaar. Dus ik zag ook de pijn in haar ogen. Wat komt er nu weer voor een sneer? Of dat zag ik in haar ogen. Toen zei ik, ik moet je iets vertellen. Ik weet wat je voor me doet. Je bent een zorgzame vrouw. Dat vind ik geweldig. Maar ik ben vandaag, liep op de hei. En toen wist ik ineens wat ik eigenlijk van jou mis. En ik zeg het niet uit een, maar ik zeg, je zorgt goed voor me. Maar het is niet mijn liefdestaal. Het is heel egoïstisch wat ik nu zeg. Maar ik zei, ik ga het zeggen, maar als je gaat lachen, ga ik weg. Ik zei het weer. Ik zei, maar ik wil door jou bewonderd worden. Dat is het. Ik wil door jou bewonderd worden. En ik vond het heel moeilijk om te zeggen. Heel moeilijk. Ik kon bijna mijn stok niet uitkrijgen. En toch zei ik het. Ik zei van, en ik zag dat het haar raakte. Ze zei, maar ja, hoe doe ik dat dan? En zij kon het gewoon. Ze zei van, ja, maar ik zorg toch voor je. En ik geef alles wat ik heb. Ik zeg, ja, maar dat doe ik ook. Maar ik raak ook jou niet in je diepste snaar. Hey, wat is dat? En toen zei ze van, jij zorgt ook heel goed voor mij. Maar ze zei, wat ik mis is dat je me aanraakt en in mijn ogen kijkt. En dat je zegt dat ik echt waardevol voor je ben. Hey, dus zo ontstond bij ons het gesprek eigenlijk over liefdestaal. He, dus over, en uiteindelijk ging ze dat natuurlijk doen. Dan kwam ik van het podium af en zei ze, oh, ik heb het geweldig gedaan. Dan dacht ik, oh, dit is echt precies niet wat ik zoek, weet je wel. Maar er is iets gegroeid dat we daar met elkaar over konden spreken. Ik kon tegen haar zeggen van, joh, als jij me niet bewondert, en het is geen dreigement of zo, maar er komt straks een vrouw die me wel bewondert, dan kom ik in de problemen. Dus mijn vrouw is een Zeeuwse nuchtere vrouw. Dus, en ik ben, ja, ik ben gewoon een emotionele, gepassioneerde, gevoelige, weet je, dat zit er allemaal in bij mij. En ik heb het gewoon niet in mijn jeugd gekregen om door mijn vader geweldig gemaakt te worden. Dus mijn vader die zei bijvoorbeeld nooit dat ik geweldig was of zo. En ik zocht dat wel, toch, van iemand die me echt, wauw, een soort, weet je wel. En uiteindelijk hebben wij door heel veel over praten en kon ik uiteindelijk zeggen van, wauw, weet je wel, ik... Onbewust voel ik nu hoe je me bewondert. In mijn programma wat ik heb geschreven om een fundament onder de liefde te leggen, onder de liefdesrelatie, is dat ook een onderwerp. Ik laat mensen echt met elkaar in gesprek gaan over, ja, wat is de liefdestaal? Dus we kunnen soms zo goed zijn voor de ander, maar de ander voelt zich volstrekt niet geraakt. Weet je wel, terwijl het is zo belangrijk ook om te weten van, waar kan ik jou nou, waar gaat jouw hoofd voor op hol? Wat kan ik nou doen of zeggen dat jij je zo bediend voelt? En wat ik heb gemerkt, als ik Ankie beetpak, en dat doe ik elke dag nu, en ik geef haar echt een zoom van 30 seconden. Ik zeg, ben je fantastisch? Zie je er goed uit? Of wat heb je dat fantastisch gedaan? Daar bedien ik haar. En wat ik zie is dat ze helemaal ontspant. Ze gaat altijd gelijk iets van me doen of koffie of thee zetten. Want ik zie dat er iets gebeurt. Weet je wel? Dus, en ik heb geleerd dat ik... Dat gezicht wat ik dan zie, die ontspanning en die ogen die me zo aankijken van wauw,
Weet je, ja, dat is waarom ik het doe. Dus elke keer als ik het doe, dus als het ware alsof ik er een kwartje in gooi en het gebeurt. En als Ankie dan naar me toe komt en zegt van wow, ik heb je public speak gezien of je preek of weet je, wat kun je dat goed? Of ik zag je dat probleem oplossen. Jeetje, ik ken geen man die dat zo kan zoals jij. En wat was je daar gevoelig? Of wat heb in dat gesprek, wat heb je dat, weet je wel, nou, dan is ze mij aan het bewonderen. Maar dat doet ze dan op een manier dat ik niet meer voel van, oh ja, ze is me nu aan het bewonderen. Maar ze is op dat moment is ze verbinding aan het maken met een hele diepe behoefte. En die diepe behoefte, die, ja, ik ga er helemaal van open, snap je? Dus nou ja, dat is denk ik voor ons van essentieel belang geweest. Dat we elkaar hebben kunnen vinden op die unieke taal. Ja, ja, zo is die liefdestaal natuurlijk eigenlijk weer gecombineerd aan... Aan die onderliggende contactadvertentie naar het stukje van wat heb je gemist in je jeugd of waar heb je behoefte aan. Ik weet dat Matthijs is mijn vriendje, ik kan dat nu nog zeggen voordat we getrouwd zijn, maar hij is de middelste van 5 kinderen en na hem kwam een tweeling. Dus dat betekent heel veel voor hem. En ik trek zomaar de conclusie dat hij vroeger in ieder geval niet heel veel aandacht heeft gekregen. En dat hij ook het strafboefje werkte met dan als politieagent, als vader. als vader. Maar er werden toch wel weer wat kleine boevenstreken die werden gedekt. Maar het betekent wel dat hij heel veel aandacht nodig heeft. En dat in ieder geval een onderdeel is van, nou, dat weet je van elkaar. Of tenminste, dat weet ik van hem. Dus oké, dat heeft zijn plek. En ik geef hem die aandacht waar dat stukje weer gevoed wordt. Terwijl, mooi, als ik dat niet had geweten, of er niet zo mee bezig was geweest, had ik wel eens kunnen denken van, jezus, wat heeft hij nou weer voor een aandacht nodig? Ja. Maar als je weet waar het vandaan komt, en hij weet dat ook, dus ja. Dan kan je het daarover hebben en dan krijgt dat een plekje. Martin, nog eventjes terugkomend op het stukje van verlangen en aantrekkingskracht en het opstapje naar seks. We hebben hele mooie zijpaden gemaakt tijdens dit gesprek, helemaal hartstikke goed. Maar als we even teruggaan naar dat stukje seks en verlangen. Op welke momenten, als je er zo over nadenkt, als ik jou die vraag stel, komt jouw verlangen het meest omhoog naar Ankie? Nou, ik denk als ik voel dat ik helemaal thuis kom, hè, bijvoorbeeld als we het hebben over dat bewonderen bijvoorbeeld, als ze me daarin bedient, als ze me echt een man laat voelen voor de vrijpartij, ja, dan komt het verlangen bij mij ook omhoog om haar echt een fantastische ervaring te geven. Snap je? Dus daar, het verlangen is van mij minder gekoppeld op deze leeftijd, eerlijk gezegd, aan lust. Mannen moeten soms ook gewoon wat kwijt. Mannen hebben gewoon een orgasme nodig. Maar voor mij is dat veel minder nu. Dat, het is niet gekoppeld aan lust eigenlijk, maar meer aan het vooral thuiskomen. Thuiskomen is belangrijker dan klaarkomen, om het zo maar even plat te zeggen. Ja, en... Ik heb er een beetje ook wel in verdiept, hè, maar ik zie ook, of ik lees ook en ik hoor ook dat een verlangen, als je juist niet bij elkaar bent, hè, dus als je elkaar om welke reden dan ook, hè, stel je zit voor je werk op de Caribische eiland of weet ik veel wat, en je bent een week niet bij elkaar, ja, dat doet wel iets met je verlangen. Heb je dat niet? Nee, zeker. Ik ben ook eens op reis geweest voor mijn werk. Maar dan, wat ik dan heerlijk vind, is om het verlangen dan telefoon is met haar gewoon te hebben over als we elkaar weer zien. En ook te zeggen dat ik heel erg naar haar verlang, dat ik haar mis, maar ook haar lichaam mis. En dat ik niet kan wachten tot ik weer thuis ben. En dus ik vind het wel belangrijk om het verlangen niet voor mezelf te houden, maar dat verlangen ook wel te delen. Zodat er bij haar ook iets gaat ontstaan van, weet je wel. Dus ik vind verlangen is iets heel moois, het is iets heel positiefs. En dan moet je moet ook voor jezelf, ook voor mijn gevoel, ik heb het er met mijn cliënten ook over, van op je verlangen, bij je verlangen, daar zit heel veel energie, daar zit heel veel kracht ook. En wij leven natuurlijk ook toch wel een beetje in een calvinistische samenleving nog, waarin dat soort dingen, waarin we dat als eerste wegstoppen,
verlangen en dingen die we fijn vinden. Dus ik denk juist dat het ook heel belangrijk is om ook gewoon momenten te hebben dat je gewoon even gaat verlangen. En wat komt er dan binnen? En bij mij, ja, als je het over seksueel verlangen, komt mijn vrouw binnen. En dan heb ik het gevoel van, maar ook om even gewoon ruimte te geven en tijd om dat verlangen ook daadwerkelijk gewoon te hebben. Dus verlangen is iets wat, laat ik zo zeggen, het is heel mooi. Ook als je een tijdje elkaar even niet ziet, dan weet je ook enorm wat je mist bij elkaar. Dan weet je ook waar van, wow, wat is die ander eigenlijk enorm belangrijk voor mij? En dan wat dat oproept, dat is het verlangen eigenlijk om weer terug te keren naar datgene wat je mist en datgene wat je samen hebt. En daar, op dat niveau, ja, daar ontstaat natuurlijk ook gewoon weer het samenkomen en het samensmelten in de goede vrijpartij. Dus ik denk, kan verlangen, kan seksualiteit, kan seks, een goede vrijpartij, kan dat zonder verlangen? Ik denk het niet. En dat betekent ook dat je werk moet maken aan verlangen. Hoe doe je dat verlangen? En hoe ga je dat verlangen aan? En hoe ga je daar ruimte voor geven? Want ja, nou doe het maar eens in een drukke dag. Als je kinderen aan het opvoeden bent en je bent aan het werken. Je hebt van allerlei ballen in de lucht te houden. Maar ga maar eens even stilstaan. Maar gewoon bij je verlangen. En ook bij hoe je hunkert naar je partner. En weet je, daarmee komen allerlei fantasieën vrij. En daarmee komt er allerlei energie. Dus als je het verlangen in orde hebt, ja, dan gaat het met je seksualiteit volgens mij ook de goede kant op. Delen jullie fantasieën? Ja, een beetje wel, ja. Een beetje. Ja, en wat ik zei, als we dingen denken of zo, dan delen we dat wel met elkaar. Dus wij hebben daar geen geheimen in. Dus fantasieën. Over hoe we samen nieuwe dingen kunnen ontdekken bij elkaar en met elkaar, ook in de slaapkamer, dat delen we wel met elkaar. En ik durf dat ook te delen, zij durft het ook met mij te delen. Dus dat heeft een plek, ja. Mooi. Martin, we gaan zo'n beetje naar de afronding van dit gesprek. Het is weer supersnel verlopen. Als dominee, als lifecoach, als relatietherapeut, als partner, als vader, wat wil jij Nederland nalaten? Nou, ik ben wel met mijn erfenis bezig. Ik vind het heel belangrijk met mensen met wie ik in contact kom, dat die ruimte voelen om te groeien. Dat ze zich uitgedaagd voelen om te groeien. En om de beste versie van zichzelf te ontdekken. Hè. Dus dat doe ik in de kerk, dat doe ik in mijn werk. Maar dat doe ik ook met mijn kinderen. Hè. En ik denk ook, als je het aan mijn vrouw vraagt, zal ze dat antwoord ook geven. Wat ik belangrijk vind, is ik heb gezien in mijn eigen leven dat je ondanks een kansloze achterstand echt iets kan worden. En dat is natuurlijk ook mijn boodschap geworden. He, ik was eigenlijk gedoemd om toch wel, nou ja, ik denk dat ik er niet meer geweest zou zijn als ik niet mijn spirituele ervaring had gehad. Maar dat hoever mensen ook bij zichzelf verdwenen kunnen zijn of verwijderd kunnen zijn, dat het altijd mogelijk is om de beste versie van jezelf te worden. En dat je daarvoor barrières moet doorbreken en dat je daar hindernissen voor moet nemen, dat is evident. Maar tegelijkertijd is het wel mogelijk. Dus dat heb ik, ik heb dat voorgeleefd, om even in alle bescheidenheid, maar niet juist. Maar dat zie ik ook dat is wat ik ook bij mensen. Want ik geloof, alles is mogelijk. De Bijbel zegt het ook, alles is mogelijk voor wie geloven. En voor mij is dat ook zo. Alles is mogelijk. Er is geen twijfel dat je iets niet zou kunnen bereiken. Ik geloof, en dat is, ik wil een ontmoeting zijn met mensen waarin dat knopje aangaat. Wauw, hey, dat had ik nooit bedacht, of dat had ik nooit gezien van mezelf, of dat, wauw, dat jij dat knopje indrukt, daar ben ik dankbaar voor. Dat is wat ik wil achterlaten. Hartstikke mooi. Welke vraag heb ik je als laatste, welke vraag heb ik je niet gesteld en wil je toch nog antwoord op geven? We hadden het even over de Bijbel natuurlijk. En ik weet ook wel een beetje hoe de Bijbel bekend staat in de samenleving. Hè. Dat is als stof, als niet meer van deze tijd. Ik vind de Bijbel een heel erotisch boek. Echt waar. Als je het Hooglied leest, dat is het, zeg maar, het boek midden in de Bijbel. Ja, dat druipt er vanaf. Als je echt wil leren hoe je urenlang seks kan hebben, dan moet je het boek Hooglied lezen. En dat is wat heel veel mensen niet weten. Of die hebben dat nooit gelezen, of ik denk in religieuze kringen wordt het ook heel weinig gelezen. Dan gaat het vaak over de regels en over vrouwen mogen dit niet en dat niet en
Maar dat moeten ze en zo. Maar ik ben niet van die afdeling. Ik heb dat boek Hooglied. Ik weet nog dat ik, toen ik mijn spirituele ervaring had, op een gegeven moment ook in het boek Hooglied, kon haast niet geloven. Gewoon de erotiek die druipt eraf. Het zijn twee mensen die uren, dagen in elkaar opgaan. Dus de vraag die je me had kunnen stellen is van joh, wat moet jij in deze tijd nog met die stoffen gaan houden met zijn Bijbel? Die had ik op deze manier gepareerd. Oké, hartstikke goed. Naar de allerlaatste vraag. Hoe kunnen mensen jou vinden? Nou, ik heb een programma geschreven om een fundament onder je liefdesrelatie te leggen. Dus dat kan op premarriage.nl. Misschien kan er wel een linkje ergens op jouw website komen. En ik heb een website buildingchampions.nl. Dat is mijn website, die gaat over mijn coaching en training. Dus op die manier kunnen mensen mij benaderen. En ja, op de website staat het nodige over mijn werkwijze. En als mensen daar niet uitkomen, ben ik altijd bereid om even telefonisch te onderzoeken wat ik voor ze kan betekenen. Dus Building a Champion. Building Champions. En als we de allerlaatste vraag, als we naar de toekomst kijken. Wat heb je nog te doen, hè? Los van wat wil je achterlaten, maar wat wil jij nog de volgende 5 jaar gaan doen? Waar sta je over 5 jaar? Nou, ik wil mensen op het gebied van liefde en relatie helpen om door barrières heen te komen. Daarvoor heb ik het programma geschreven. Mensen die het programma aanschaffen hebben ook toegang tot 4 masterclasses. Maar het gaat online over alle gebieden, dus liefde, seksualiteit, hechting en het allemaal op. Dus dat wil ik nog doen. Ik wil op het gebied van liefde wil ik echt nog een stempel drukken. Ik wil een aantal leiders voortbrengen nog in de kerk, maar ook in de samenleving. Ik heb in het verleden heel veel projecten opgezet, dat zat op de Granny Voedselbank en gaarkeukens, noem het allemaal op. En daar wil ik nog een aantal mensen voor vrijzetten waar ik mee bezig ben. Die in de samenleving grote veranderingen gaan bewerkstelligen. Nou, wauw, dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek, Martin. Heel graag gedaan, Annette. Heel veel succes met je prachtige podcast. Ik mis bijna geen aflevering, omdat ik vind dat je hele boeiende gasten hebt. En ik vind het een eer dat ik een van jouw gasten mag zijn. Nou, dank voor jou. Echt waanzinnig boeiende verhaal. Voor de luisteraar en voor de kijker, dank voor het kijken en dank voor het luisteren. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering van de serie Geen Seks. Wat nu?